De experimentenwet bedrijven investeringszones, beter bekend als BIS, biedt de mogelijkheid om deelname aan een gezamenlijk fonds voor ondernemers te verplichten. Binnen deze wet zijn financiële afspraken gemaakt om promotie en uitstraling van de stad te bewerkstelligen. Een aanvulling op de reeds bestaande ondernemersverenigingen. De BIS wordt in principe alleen op financieel niveau overkoepelend. Hè? Wat het organiseren betreft van stadsbrede activiteiten. De straatverenigingen, en daar ben ik zelf persoonlijk voorstander van, dat iedere straat zijn eigen identiteit bewaart. Dat wil ik graag. Daarom hebben wij ook gezegd, nou, van de 100% inkomsten die de BIS gaat genereren vanuit die promotionele pot, zeg maar, daarvan gaat 20% gaat direct naar de straatverenigingen toe. En dat geldt voor sommige straatverenigingen zelfs, dat ze meer in hun potje krijgen dan dat ze ooit gehad hebben. Met de aangekondigde bezuinigingen van de gemeente zal de financiering van promotie en uitstraling van de stad grotendeels bekostigd moeten worden door de ondernemers. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een stad of een gemeente Roermond, die jarenlang tonnen geïnvesteerd hebben om Roermond te maken wat het nu is, dat de ondernemers er wel van profiteren, maar er geen bijdrage aan leveren. Nou, er is altijd een grote groep ondernemers in Roermond die altijd initiatieven ontplooien, die geld bijdragen voor deze leuke initiatieven. Maar dan hebben we het maar over 40% van de Roermondse ondernemers. 60% van de Roermondse ondernemers vindt het niet nodig om op wat voor manier dan ook bij te dragen aan, op financieel gebied, aan deze activiteiten. En daardoor gaat de stimulans voor degenen die wel iets organiseren, dat gaat heel erg teruglopen. En op het moment dat er wel activiteiten georganiseerd worden, zijn het juist die ondernemers die 's morgens als eerste de deur open hebben staan om zoveel mogelijk klanten te ontvangen, die dus naar de binnenstad komen omdat er iets leuks georganiseerd is. Daar moeten we vanaf. Wat dat betreft zal het roer helemaal om moeten. De BIS krijgt een zelfstandig bestuur bestaande uit 7 ondernemers uit de binnenstad. In enkele steden is het initiatief niet geslaagd. Gubbels ziet genoeg slagingskansen voor de BIS in Roermond. Ik denk dat het in Roermond wel goed gaat lopen, omdat wij, dat de ondernemers in Roermond zien wat de kracht van samenwerking is. Ze zien het om hen heen. Ze zien het in het outletcenter, ze zien het in het retailpark, ze zien het in het Roercenter. Dat zijn ondernemersactiviteiten die wel gezamenlijk bijdragen aan één pot. Waarmee ze dus krachtig richting publiciteit en promotie kunnen werken. En dat is wat op dit moment iedere ondernemer zelfstandig moet doen. Dat heeft nooit die kracht dan wanneer je iets gezamenlijk doet. Niet alle ondernemers staan achter de plannen. Veel meer keus is er niet, aldus Gubbels. Als die er niet gaat komen, dan zal het toch uit de lengte of uit de breedte moeten komen. Nou, er zijn al stemmen binnen de gemeenteraad op aan het gaan die zeggen, ja, als dat er niet is, wij hebben het niet, dus dan gaan we bijvoorbeeld een reclamebelasting opleggen. Je ziet het op dit moment in Maastricht, daar is een reclamebelasting ingevoerd. Het gevolg is, ondernemers hebben over dat bedrag wat er dan vrijkomt niks meer te vertellen. Ze moeten er wel verplicht aan bijdragen. En de gemeente bepaalt in principe waar het geld naartoe gaat. De komende tijd wordt met de ondernemers gediscussieerd. In oktober wordt er gezamenlijk besloten of de BIS doorgang vindt.